Dit is een sprekend fotoalbum. Hier kan je foto's in doen en daarbij kun je tekst inspreken. Hier hebben we als voorbeeld het recept voor nasi. Ik zet hem hier aan, druk op het knopje. Dit is het recept voor nasi. En bij elk plaatje hebben we een tekst gedaan. Fruit de ui en de knoflook aan in de pan met olie. Nou, totdat het recept helemaal stap voor stap gedaan is. Om zelf tekst op te nemen, zit hier een klepje, een schroefje eraf, batterij eruit, daarachter zit een knopje, die zet je om, het klepje ervoor weg, de eerste batterij haal je eruit en dan zit hierachter een klein knopje die je omzet om hem op slot te zetten of om hem aan te zetten. Om tekst in te spreken, druk je deze in en de opnameknop. Test 1, 2, 3. Als het goed is. Test 1, 2, 3. Zet het erop. Plaatje erbij. Kun je zo erin schuiven. De voordelen van zo'n sprekend fotoboek zijn dat je bij elke foto je eigen praatje kan doen en je kan hem ook heel makkelijk aanpassen. Het nadeel is dat er maar een beperkt aantal foto's in kunnen. En een nadeel kan ook zijn dat je meerdere boekjes nodig hebt voor verschillende dingen. Eentje bij de wasmachine, eentje bij de televisie, eentje met foto's, eentje voor recepten. En wat moet je kunnen om dit sprekende fotoalbum te bedienen? Dit is het recept voor nasi. Daar is niet veel voor nodig. Plaatje kijken, luisteren. Sprekend fotoalbum.